Oké, dan krijg je nu je cadeau. Wat geweldig, Lies. Oh, dom. Goedemorgen allemaal. Vandaag is een bijzondere dag, want mijn lieve boyfriend Nick is vandaag 27 geworden. Ik moest even nadenken. Ik ben altijd verbaasd. Denk ik, wordt hij pas 27? Ik dacht 28. Maar dat komt omdat we 2,5 jaar schelen. Dus het getal 27 ken ik al zo lang en goed. Het is vandaag zaterdag en zometeen komen onze ouders gezellig op de taart en op de koffie. We gaan eerst met z'n tweetjes ontbijten. Ik heb een soort recept in gedachten van pancakes. Wel kant en klare, want ik heb niet zoveel tijd. Dus ik heb die van Albert Heijn gehaald. En daar ga ik dan een soort van slagroom tussen doen. En Nutella. En dan ga ik er Snickers op doen, want hij houdt heel erg van Snickers. Dus ik krijg een soort Snickers pancakes als ontbijt. Dan komen dus onze ouders. Dan heb ik als verrassing gereserveerd een tijdvak bij de dierentuin om daar naartoe te gaan. En als het goed is, komt aan het eind van de middag ook nog Lisa heel eventjes langs. Voordat wij naar de stad gaan. Want daar gaan we uit eten met Sjan en Anouk. Dus ik wou zeggen een best wel rustige dag. Maar eigenlijk klinkt het nu als een hele volle dag. Maar als het goed is, is het best wel vooral het middagprogramma. Kunnen we gewoon heel rustig aandoen. Want Nick wilde ook weer niet helemaal een feest geven vanavond of zo. Maar wel heel gezellig dat we dan met vrienden uit eten gaan. Dus ik ga het nu ongeveer klaarmaken. En dan ga ik hem erbij halen. En dan krijgt hij ook zijn cadeau. Oh, ik heb zo'n leuk cadeau. Jij was zo enthousiast. Cool, hè? God, het ziet er echt fantastisch uit. Waren daar de celebrations voor? Laat je horen voor de piano! Gefeliciteerd! Oh, je hebt het gelukt dit jaar. Lukt me nooit. Yeah! Fantastisch, Bon. Nick! Die taart is echt bestendig tegen alles. Ik had hem net op aanrecht gezet, in de doos nog. En toen kwam ik net beneden en toen had Shaki hem ondersteboven van de aanrecht afgegooid. Dus ik moest zo die doos optillen en ik dacht, oh, wat gaat er? Ze zijn alweer scheef gegaan. Ja, deze stuk van de onderkant is scheef gegaan. Maar verder, dit stond allemaal nog. Oh. Wil jij niet dat ook erop? Nee. Sick. Ben die pannenkoeken zelf gebakken? Nee. Nee, goed zo. Waren je pancakes? Lekker. Trouwens, nadat Nick zijn pancakes op had, zag hij pas dat er slingers hingen en zo. Ja, dat je een foto liet zien van de kamer. Hey. Ja, terwijl je gewoon onder zat. Ja. Grappig. Maar Nick krijgt natuurlijk ook een cadeau. Wat een formaat. Ik kan het niet aan. Oeh, wat is in die air. Oké, dan krijg je nu je cadeau. Oh mijn god, jou. Het is echt zo groot. Volgens mij weet ik wat het is. Ik zeg niks. Ik zei het tegen, het is echt een soort koffer. Het is gewoon mijn eigen koffer. Moet ik hem openmaken? Ik weet niet. Dit was het. Oh, leuk. Ja, er zit nog iets in. Oh. Oh, heel veel. Sick. Moet ik hier beginnen? Ik weet niet, dan kom je wel als eerste bij terecht. Het zal over nagedacht zijn.
Twee wegwerpcamera's. Dat is leuk. Het zijn twee verschillende. Daylight en Fun Saver. Ja, die Fun Saver is gewoon een normale. Ja. Maar dan met 39 foto's in plaats van 27. Oké. Okay. Kan je heel veel op shooten. Ja. En deze heeft dus geen flits, maar je weet toch dat wij bij die overdagfoto's het best wel donker vonden. Ja. Deze heeft een veel hogere ISO. Oh ja, waardoor meer die heel geschikt is voor overdag foto's maken. Oh ja, outdoor use only. Ja. En dan licht hij het heel mooi op. Oh, cool. Maar deze heeft ook 39 foto's. Ja. Maar ja, waar gaan we dan gewoon foto's maken? Nou, gewoon op je verjaardag en zo. Leuk. Juist. Een treinticket. Oh. Naar Londen. Wat? Vanaf? Rotterdam. Ja. Oh, wat leuk, Bon. December. Ja, wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Je wilde zo graag weer naar Londen, zei je steeds. Ja. Wat is een trein. Niet normaal. Sick, toch? Echt leuk met de trein, dacht ik. Bizar, Bon. Superleuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt goed gerecycled. Dank je. Nou. Terug te rit. Misschien. Dat er ook al. Oeh. Dat ziet er nice uit. Ja, het is een heel chill appartement. Bij de Thames. Echt waar? Ja. Ik heb echt zoveel zin in, Bon. Yay! Nou, onze ouders zijn net weg en we hebben ons klaargemaakt. Want we gingen natuurlijk nog ergens naartoe. Zal ik zeggen waar we heen gaan? De Efteling. Dat heeft Nick net gekregen als cadeau, Efteling tickets. Zo leuk. Maar we gaan nu... Je kijkt zo verwachtingsvol. Naar de dierentuin. Gaan wij naar de dierentuin? Ja. Oh, wat leuk. Ik heb een tijdslot geboekt. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, dat dacht ik al. Waar de dierentuin? Dus daar gaan we nu heen. We zijn binnen, maak even een plan van aanpak. Nick ziet gelijk de stokstaartjes. We komen normaal bij de andere ingang binnen. Ja. We zijn nu hier, we hoeven allebei niet naar het Oceanium, daar ben ik blij om. Dus eigenlijk verlaten we gelijk dit gedeelte, toch? Tenzij je de prairiehonden wil. Nee, ja, prairiehonden, maar dan loop je altijd echt langs, dat wil ik even kijken. Ja, hier is toch de... Volgens mij heb je twee plekhebjes, bij de krokodillen zitten ze ook. De stokstaartjes. Ja. En in zo'n huisje. Bij de giraffen, dacht ik. Ja, maar je hebt twee plekken. We moeten sowieso hier even kijken. De giraf zou ook leuk. En dat was een olifantje, toch? Een baby? Ja. Hier. Zijn er niet zoveel, schat? Zitten daar achter die muur allemaal. Snacking. Alle broodjes kroket zijn hier trouwens vega. En ze heten niet eens vega kroket of zo. Gewoon broodje kroket. Go Blijdorp. Wij zijn weer thuis. Het was erg gezellig. Het was wel druk in de dierentuin, ondanks het tijdslot. Maar het is natuurlijk een zaterdag en lekker weer, dus ook wel logisch. En we gaan nu even chillen. Lig je lekker, schat? Ja, ik ben echt moe, joh. Wil je een snackje? Birthday snack! Oh mijn god! Goed dat ik geen patat heb genomen net. Oh,
Energy. Ja, het is verkeerd. Want ik wou cola cherry kopen. Maar het is per ongeluk cola energy cherry. Die is vast ook wel lekker. Oh. Favoriete Pringles. Heerlijk. Inmiddels is het 5:30 en heb ik even een outfit en make-up change gehad, zoals je kan zien. Lisa die komt zo meteen hier nog heel even voor een flitsbezoekje voordat we uit eten gaan. De buren zijn aan het schuren. Ik kan het even niet helpen. Ik heb dus rode lipstick opgedaan. Ik heb deze ketting om. Dit topje. Dit is de OG glitterdrieling broek die we nog steeds alle drie hebben. Die vind ik echt heel leuk en partyachtig. Ik heb ook nog een colbertje mee. Dat is eentje die van Lotte is geweest, van de kledingruil. En dan om het wat stoerder te maken nog mijn Buffalo sneakers. Oh my god! 72! Ja. Wat geweldig, Lies! Hoe was de dierentuin? Leuk! Fantastisch! Kan ik drinken? Hyper de piep! Wij zijn weer terug van een leuk dinertje. Heerlijke pizza. Zo. En Nick die heeft volgens mij echt een relaxe dag gehad. Allemaal leuke cadeautjes gekregen. Heerlijk relaxed. Huh? Wat? Oh, hè? Ik was al zo verbaasd dat de katten geen cadeau hadden gegeven. Maar Sjaak's tent staat natuurlijk ergens anders. Oh, ik vond het al zo gek. Vond je niet raar? Weet je, toen jij die camera pakte om te filmen, dacht ik van... Volgens mij is het nog niet. Ik niet... zag het ineens in mijn Ik wou niet te veel hopen. Ik vond het al zo raar. Wow. Ze geven elk jaar wat. Heb jij een cadeau gegeven? Oh. Nick en Bon. Oh mijn voor god, jou. Ook voor mij. Kijken we hun handschrift? Hun. Oh. To my favorite muggle. Oh. Lieve pap en mam, gefeliciteerd met pap. We hebben iets leuks gepland voor jullie in Londen. Eén van de twee is meer iets voor mam, maar ze heeft ons financieel ermee geholpen... Want we hadden niet genoeg kattenzeentjes. We denken wel dat jij er ook van gaat genieten. Want het schijnt heel geweldig te zijn. Maar wel meer iets voor mij dus. De andere activiteit vind je sowieso geweldig. Ho, ho, ho. Kus Pop en Sjaak. Oh. Hyde Park Winter Wonderland. Oh. Er ging een beetje lekker schokken. Ja, dat hebben we wel eens in vlogs gezien. Dat is echt een soort van kerstachtige kermis bijna. Heel leuk. Het ging dus dit jaar eindelijk weer door na corona. Maar dan echt met tijdvakken en zo. 10. Ja. Wanneer heb je het gekocht dan? Een paar weken geleden. Serieus? Sjaki heeft dat gekocht. Doe even normie. Oh, Bon. Gaan we er echt heen? Ja, lees eens, zeg eens wat het is. Het is die theaterstuk van Harry Potter, toch? Ja, Harry Potter and the Cursed Child. Oh. Hoe lauw dat ik hier kaarten voor heb kunnen bemachtigen. Bizar. Maar dit vind jij ook leuk, toch? Ja. Want dit is echt iets wat echt op mijn bucketlist staat. Maar als ik het vreselijk zou vinden. Maar het is dus, bestaat uit twee delen. Dus dan ga je om 1:00 middags naar deel 1. Mm-hmm. En daarna kunnen we dan bijvoorbeeld even ergens gaan eten en zo. En dan is in de avond het deel 2. En ik heb echt onderzoek gedaan van of het echt waard is en zo. Ja. En dit schijnt echt heel goed en spectaculair. Ja, ik heb hier een keer voor jou verjaardag naar gekeken. Echt? Ja, alleen toen dacht ik, moeten we daarheen, moeten we hotel en een voorstelling was voor mij iets te prijzig. Ja. Nou, weet je waar ik dit van betaald heb? Funny story. Ik heb dus verschillende affiliate programma's waar ik bij zit. En ik heb een zakelijke rekening waar ik altijd mijn inkomsten op krijg. Alleen van één affiliate programma waar ik al jaren bij zit, werd wat ik ermee verdiende steeds op een of andere PayPal rekening gestort. Oh. Waar ik me dus niet bewust van was. Dus een tijdje geleden kwam ik erachter dat er echt best wel een bedrag op die PayPal rekening stond.
En toen zag ik dit. En toen zag ik staan dat je met PayPal kan betalen. En toen dacht ik, nou, is het net alsof ik niet betaald heb. Dus alleen in dit theater toch? Of had je ook meerdere theaters? Nee, dat is in één vast theater. Want het is ook helemaal met een heel bijzonder decor en zo. En die cast schijnt ook echt geweldig te zijn. Als een van jullie hier een keer heen is geweest, laat me weten hoe het was. Oh, God, wordt echt legendarisch. Ik hoop dat jullie deze verjaardagsvlog van Nick leuk vonden. Zeker weten. Dat je een duimpje omhoog doet. En check vooral even de Real Talk van afgelopen zondag. Want dat was echt heel leuk. En het ging over onder andere sextoys. Dus ik denk dat jullie dat misschien wel interessant vinden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Doei! Doei!